We hebben het nog steeds over componisten, die machines, die de klanken van hun tijd eigenlijk gebruikten in hun muziek. En dat doen we met dirigent Jan-Willem de Vriend en het Nederlands Symfonieorkest. De muziek kent trouwens ook één machine, namelijk deze. Het motortje moet op gang komen, een beetje zo. Oh, gaat hij weer sissen. Nou, dat zijn de blazers dus. En dan... Ja. Oh, hij gaat heel snel. En het kan steeds sneller. Dat gebeurt dan ook. En op een gegeven moment ratelt hij en dan... Houdt hij weer op. Dat gebeurt bij de negende bever. Meer, dat schijnbaar was dat zoiets fascinerends dat er muzikale termen kwamen die eigenlijk uit die industrie kwamen. Zo had je de Mannheimer Walzer, de Mannheimer Zoitzer of die Mannheimer Raketen. Die gebruikt Mozart dan ook even. De nacht valt, in ieder geval het wordt ook weer ochtend en dan moeten we gewoon aan het werk. En waar werken we in dit geval? Dus aan het weefgetouw. Maar om deze aan het gang te krijgen moet er ook een soort wieltje zijn die me aan de gang houdt. Je loopt weer als een trein. Dank u wel.